Welkom op het webinar Hergebruik en recyclage in de openbare sector. Een blik over de grenzen heen. Het webinar wordt georganiseerd vanuit het Interreg REC2-project. Een project dat inzet op hergebruik en recyclage van verschillende afvalstromen in korte ketens. Het is een project met partners in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Notamment le BEP. La Confédération de la Construction Wallonne, le cluster Éco-Construction, Ressources et la Vlaamse Confédération Bouw pour le versant belge et la CCI Ardennes, FEDEREC, Recovering et le réseau des ressourceries pour le versant français. Nous avons pour ce webinaire invité des... We hebben vertegenwoordigers uitgenodigd van de drie regio's om uit te leggen hoe de verschillende overheden omgaan met recycling en hergebruik in de bouwsector. Maar voordat ik de eerste spreker ga inleiden, zou ik wat technische informatie willen meegeven. U vindt al deze info ook in de sectie vraag en antwoord binnen Teams. Bovenaan uw scherm. Dus voor de deelnemers die nog vragen hebben met betrekking tot de simultane vertaling, u kunt de app Discord downloaden via de smartphone. En zo vindt u dus alle details opgelijst in dat gedeelte enzovoort. En om vandaag met ons te praten over recyclage en hergebruik bij openbaar sector, zijn we blij Sylvie Loes te verwelkomen. Sylvie is landbouwkundige ingenieur door opleiding en eco-adviseur. Ze is momenteel projectmanager binnen de directie duurzame ontwikkeling van de Waalse overheidsdienst, de SPW. Met als doelstellingen het informeren en het bewustmaken van de hele bouwsector op vlak van het duurzame bouwen. En van de aanbestedende overheden uitrusten en inspelen op de uitdagingen gesteld in de regionale beleidsverklaring. En zij gaat met ons spreken over de Waalse context en de geïntegreerde tools in het CCPB om ervoor te zorgen dat recycling en hergebruik worden bevorderd. Dus het gaat hier om een CTP, dat is een project dat gestuurd wordt door Wallonië in partnerschap met de overheden en particuliere sector in de bouw. Madame Loets. Effectivement, je vais vous... Dus inderdaad, ik ga het met u hebben over wat wij doen in Wallonië met betrekking tot hergebruik. In elk geval een overzicht wat we kunnen doen om hergebruik en recycling in overheidsopdrachten te bevorderen. Ik zal eerst een aantal zaken willen voorstellen wat wij doen binnen de Directie voor Duurzame Ontwikkeling. Van het Waalse overheidsdienst, dus het SPW. Ik ga het ook hebben met u over duurzame openbare aanbestedingen. Wat is de oorsprong van deze aanpak om in die sector te werken? Dan met betrekking tot duurzame materialen en materiaal voor hergebruik geef ik het woord aan Christian Capara. Dat is een presentatie die we eigenlijk met z'n tweeën gaan geven. Voordat ik dan weer het woord ga nemen aan het eind om met u te spreken over de vooruitzichten uit te bouwen, denkpistes binnen dus de Directie voor Duurzame Ontwikkeling. Goed, ik ben al ingeleid, ik ben Sylvie Loets. Ik werk dus binnen een klein team van 20 mensen binnen het algemene secretariaat. En binnen de directie van het Duurzame Ontwikkeling hebben wij veel thema's, waaronder duurzame openbare aanbestedingen, de kringloop-economie, duurzame bouwen en nog ook een heleboel andere. Zoals duurzame voeding, duurzame financiering. En nou, dat alles, dat zijn de drie belangrijkste thema's die leiden ertoe dat wij het hergebruik en de recycling kunnen ontwikkelen. En in feite ook met betrekking tot duurzame materialen in het kader van de openbare aanbestedingen. Nou, openbare aanbestedingen, een klein overzicht hiervan of een achtergrond.
Er is een actieplan vanaf 2017 opgestart om openbare aankopen meer verantwoord te maken. En een van de aspecten was eigenlijk de bal. Maar er zijn natuurlijk nog een heleboel andere aspecten die kunnen worden opgenomen in het kader van openbare aankopen en aanbestedingen. Dus het gaat erom de uitbouw en de versterking van het verantwoorde karakter van die aanbesteding, dus om het duurzaam maken. Dus we hebben besloten om in te zetten op verschillende tools, met name aan het opstellen van bestuurlijke clausules in de openbare aanbesteding en met name het invoeren van het CCTB. Dat is dus het opstellen van bestuurlijke clausules. Dat zijn sociale, ethische en milieuclausules binnen de CCTB, zodat we het CCTB ook, en we zullen daar later nog op terugkomen, dat is eigenlijk een tool voor de aanbestedende overheden om te komen tot een duurzame ontwikkeling. En om dat te doen hebben wij de administratieve clausules opgenomen, maar ook technische clausules met betrekking tot het gebruik maken van recycling, duurzame materialen, hergebruiken materialen enzovoorts. Binnen de bouw. Nou, dat is eigenlijk in notendop wat de context is. Het CCTB hebben wij dus mee samengewerkt om in het kader van deze duurzaamheid. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben met name in samenwerking met de clusters, clusters van de eco-constructie en het cluster kapconstructie, hebben wij 140 materialen met een innovatief en duurzaam ontwerp geïdentificeerd. En toen we dat eenmaal gedaan hadden, hebben we samengewerkt met de CSTC voor het opstellen van technische clausules die dus eigenlijk toegevoegd worden aan die elementen. En die elementen, dat zijn onder andere kalk, hennepblokken, caissons, prefab caissons die gevuld zijn met strooi bijvoorbeeld. Nou, dat zijn dit soort elementen, isolatie elementen enzovoort. Het gaat hier om dus isolatie waardoor de bouw duurzamer wordt. En nou, dat zijn die 140 materialen, die zijn dus eigenlijk toegevoegd aan het CCTB. En dus bijvoorbeeld een architect die een CCTB wil opstellen, kan dus die verschillende materialen aanvinken. En met de technische clausules kan hij dus zijn bestek opstellen, of zijn lastenboek. Nou, die lijsten die staat dus eigenlijk op de internetsite die u hier op het scherm ziet. En met name op de site van duurzame ontwikkeling met betrekking tot de dienstverlening. Met materiaal bestemd voor hergebruik hebben we ook willen werken aan dit type materiaal. En de eerste stap was eigenlijk om het prioriteren van de meest gebruikte, de meest voor de hand liggende materialen die voor hergebruik in aanmerking komen. Nou, daar moesten we een studie uitvoeren om te weten welke die elementen waren die eigenlijk dus bij voorrang zouden kunnen worden gebruikt, oftewel in de bouw, nieuwbouw of in de renovatie. En wij hebben die studie is toevertrouwd aan het CCW. Zij heeft samengewerkt met de WTCB en een aantal andere resources. Andere partners die dus eigenlijk in die sector werken. En een eerste stap was om selectiecriteria te definiëren. Er zijn 9 selectiecriteria weerhouden, onafhankelijk van elkaar. Dat heeft betrekking bijvoorbeeld over de vindplaats in het Waalsgebied. Bijvoorbeeld wat of die elementen makkelijk weer zijn op te bouwen, de modulariteit bijvoorbeeld, de locatie, impact enzovoort. Het zijn allemaal criteria die zijn meegenomen in die studie die is uitgevoerd om
te komen tot een keuze voor dus deze prioritaire elementen die je voor hergebruikte. Dus 70 elementen uit die al die materialen zijn weerhouden. Dat heeft bijvoorbeeld dat kan zijn verwarmingselementen. Die kunnen worden meegenomen in een renovatie. Het heeft bijvoorbeeld de trappen, deuren en nog een heleboel andere elementen. Die 70 elementen uit die 1000, die bevinden zich momenteel in de redactiefase. Die worden opgenomen, die technische clausules. En die openbare aanbesteding die loopt momenteel nog. En die elementen zullen worden opgenomen dus in het CCDB van december 2021. Nou, hier kom ik al een beetje in ga ik al een beetje in detail in op het duurzaam karakter van het CCDB. En het is wel heel belangrijk, wezenlijk om te weten waar het over gaat. En nu ga ik dus even het woord geven aan Andy. En die gaat Christian inleiden. En vervolgens heeft Christian het woord. De volgende spreker is Christian Capal. Christian is ingenieur, architect van opleiding en is ook agile coach in projectontwikkeling van complexe ruimte bij de Waals Unie van Architecten. Sinds 10 jaar heeft die UWA, VZW, is een partnerschap aangegaan met het project CCDB. En meneer Capal zal de bepalingen toelichten in het type bestek bekeken vanuit een praktische bril. Meneer Capal, u heeft het woord. Donc, le cahier des charges. Goed, het type bestek voor gebouwen. Dus ik ben al ingeleid. Dus waar staat dat eigenlijk voor, dat acroniem CCDB? Het type bestek voor gebouwen. Nou, dat is in feite een gemeenschappelijke referentietool voor het voorschrijven van bouwwerken, waarmee de juridische aspecten kunnen worden nageleefd en de technische kwaliteit kan worden gewaarborgd van bouwwerken. Nou, dat project van de CCTB, het is een project wat is geïnitieerd in 2007. En het is eigenlijk een soort partnerschap. En wordt dus aangestuurd door Wallonië in samenwerking met verschillende partners. En dat ziet u hier, opgeleid op deze presentatie. En het gaat om een publiek-private samenwerking. Dus het CCTB is opgedeeld in 11 volumes en 1 bijlage. Eén bijlage heeft betrekking, of 1 deel betrekking op de administratie. Of juridische clausules. 10 delen gaan over de technische clausules. En dan nog een bijlage die bestaat uit een catalogus met referentiedocumenten. Dat zijn normen, regels van de kunst of allerhande regelgeving. Al die elementen worden dan opgelijst binnen die catalogus met referentiedocumenten. Goed, ik ga verder niet verder in op de technische, de administratieve clausules. Maar met betrekking tot de technische clausules op het vlak van circulariteit, dat is het onderwerp van dit webinar, CCDB heeft als voordeel dat het een onderscheid maakt tussen enerzijds de voorschriften aanzien van afbraak en demontage en anderzijds voorschriften met het gebruik tot materialen. De demonteren een maximum d'elements en vue de la récupération. Zijn er maximum aantal materialen voor en we kunnen ook een maximum voor hergebruik voorzien. Zo kunnen we door het feit dat we afzonderlijke voorschriften hebben, dat we verschillende dingen hebben tussen het afbreken en het nieuw opbouwen. Dat is veelal het geval in de bouwplaatsen en grotere flexibiliteit ook om circulariteit te verzekeren op de site of in de buurt op verschillende plaatsen. Nu, in het kader van een circulaire economie kunnen we een recyclage doen onmiddellijk op de werf, zoals ik daarnet zei, maar ook het korte circuit met hergebruik van materiaal, dus met werven uit de buurt of een langere circuit op geografische schaal, tijdelijk. Dus via catalogie online, waar dus de verkoper van recuperatiemateriaal staat vermeld. Dus u moet ook weten dat vandaag volgens de
Dus 1% van het bouwafval wordt gerecycleerd na het eerste gebruik. Het is dus de bedoeling met het CCTB om dus een grotere hercirculatie en een hergebruik te hebben op de werven. Maar de vraag die zich stelt is uiteraard, welke zijn de eisen? Wat zijn de technische eisen die we moeten voorzien voor het hergebruik? Hiertoe heeft dus het Waalse gewest, zoals Livie ook het zei, juist voordien, heeft bij het WTCB type voorschriften voorzien voor het hergebruik van de heeft de meest gebruikte elementen, zodanig dat dat wordt dus ingeschreven in de versie van het WTCB tegen 2021. Hier hebt u een voorbeeld van voorschriften, een deel van de voorschriften die gelden voor metselwerk, dus in gebakken bakstenen. Dus dat is voor de uitvoering. En hier zien we dus de vereisten waaraan het materiaal moet beantwoorden als dus de projectontwikkelaar dus materiaal hergebruikt, bijvoorbeeld testen en dergelijke meer, te zien weerstand op compressie en dergelijke meer. Nu, volgende punt. Dus we weten het onderwerp van het afval. Een gebouw is 205 ton materiaal, dus kan niet allemaal gedemonteerd worden om hergebruikt te worden. Dat is wel spijtig, maar dat is nu eenmaal de situatie. Voor het overige, het WTCB heeft al voorschriften in zaken het sorteren, opslag, evacuatie van afval. Of het nu voor recyclage is, compostage of afvalbehandeling. Dus ook de sortering gebruikt dus afbraakmateriaal en bouwmateriaal, bijvoorbeeld verpakking en dergelijke meer. Maar een concept nul afval op het niveau van de werven kunnen we de methode van 5R gebruiken. We hebben er al een aantal besproken. R, reutilisation, hergebruik, recyclage met de elementen die vertrekken naar een recyclagepunt. R, rendre à la terre, terugbezorgen aan de grond. Bijvoorbeeld het groen afval dat we zouden kunnen terugvinden in de voorbereidende werken voor de werf. Dan blijven er nog twee R's over. Refuser, réduire. Dus refuser, weigeren om het afval te beperken, is een voorafgaande reflectie nodig bij het concept van het project. Bijvoorbeeld als we dingen voorzien die niet kunnen gedemonteerd worden en dan zien wat we ermee kunnen doen na het team. Het is op dat niveau om dus de concept te helpen, reglementering en het CCBT voorziet verschillende inventaris voor asbest en voor afval. Die inventaris wordt vooraf opgemaakt voor de werf en zo kunnen we identificeren wat het afval is of het materiaal dat we op de werf zullen zien. En daarbij komt het inventaris hergebruik, waarbij dus iedereen de mogelijkheden van recuperatie kan identificeren op een werf. Het is heel belangrijk bij de projectontwikkelaars dat te melden en dus te zeggen dat die inventarissen kunnen worden gebruikt, inventaris voor hergebruik, dat nu nog veel te weinig wordt gebruikt. Zo, dit voor de kwestie van het hergebruik. CCTB in zijn huidige toestand, CCTB is een project dat bestaat sinds 2007 en gepubliceerd wordt sinds 2014. Dus ten eerste ook dat het CCTB geïntegreerd is in verschillende tools, het lastenboek, het BIM. Dus het is daar allemaal aan gelinkt. Co-Building Information Model, het BIM. Het zit ook in verschillende softwaremodellen, opvolging van de markt, de administratie, de bouwheren gebruiken het. Het is dus belangrijk ook te weten dat vandaag een keuzecriterium voor bepaalde gebruikers van software is om ervoor te zorgen dat het CCTB in de software zit. En dat vormt inderdaad een belangrijk element voor de keuze van de verschillende toepassingen. Het CCTB, dus we spreken over een type bestek, maar dat wil niet zeggen een normalisatie van de architecturale
prospectie. Wel in tegendeel, hier ziet u voorbeelden van individuele woningen, collectief en niet-residentiële gebouwen. Dus dit project was kandidaat voor de grote prijs voor de architectuur in Wallonië in 2019. En al deze projecten hebben het CCTB gebruikt voor het uitwerken van de werken. We hebben ook nieuwe projecten, bouwprojecten, ook renovatieprojecten, die in die kandidaatprojecten zijn opgenomen. Hier hebt u een klein voorbeeldje daarvan. Het is belangrijk om te zien wat we dus kunnen doen, verschillende architecturen, op basis van een gemeenschappelijk werk zoals het CCTB. Dus ik dank u reeds om naar mij te hebben geluisterd en ik verwijs naar de portaal zitten, https://batiment.wallonie.be. Daar vindt u het CCTB terug en dan ook een andere toepassing voor de lastenboeken en alle info die daarop betrekking heeft, vindt u daar terug. En een laatste punt, wordt dus ook vermeld, dus er bestaan opleidingen, volledig gratis, die worden voorzien door de Service Publiek van Wallonië, de openbare diensten, en begin 2021 zal dat opnieuw starten. En daartoe, indien u geïnformeerd wilt worden of daaraan wil deelnemen, kan u gaan kijken op de site batiment.wallonie.be. En daar hebt u een menu en daar kan u vragen om ingeschreven te worden, op een wachtlijst te komen, dus eerste lijn inschrijving, eens dat die opleidingen beschikbaar zullen worden. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u, Christian. En we veranderen nu van land. Nu gaan we naar Frankrijk, la douce France. De volgende spreker is Jean-Yves Burgy van Recovery. Jean-Yves Burgy is houder van een executive MBA van de Management School van Lyon en heeft ook een toegepaste wetenschappen gestudeerd sinds 25 jaar, werkt op de milieuproblemen en meer specifiek sinds 10 jaar op de onderwerpen van circulaire economie en dus het afvalverwerking. Hij heeft ook deelgenomen aan verschillende innoverende projecten in Frankrijk en in Europa. Nu begeleidt hij verschillende bouwheren als assistent voor het bouwheerschap. Circulaire economie, renovatieprojecten voor gebouwen. Jean-Yves, u hebt het woord. Oui, très rapidement, je vais quand même dire un petit mot sur Recovering and Recovering. Snel zou ik even iets verder zeggen over Recovering. Recovering is een studiebureau dat ik 10 jaar al leid. Ik heb dat opgericht en dat is een studiebureau gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met recycling van afvalstoffen in het PTP. Ik ben daar adviseur. Het gaat om begeleiden inderdaad verschillende projectbeheerders op de bouwmarkt, architecten. Wij voorzien ook veel opleidingen. Wat is een belangrijk punt als we inderdaad met betrekking tot die overheidsopdrachten, het lijkt de uitdagingen nogal groot. Dus ik zal ik heb ervoor gekozen om een presentatie te geven die wellicht iets meer gefocust is op Frankrijk met betrekking tot de BTP voor de Belgische collega's. En zijn er in Frankrijk nogal wat verschillende zaken in gang gezet door de verschillende overheden. Dat ga ik dus hier niet allemaal overlopen. Ik denk dat u wel geconfronteerd met eenzelfde problematiek. Dus om even in perspectief te zetten waar we het over hebben. Wat is BTB? Nou, dat is in 2014 vertegenwoordigd dat donatie van 27 miljoen ton. Het komt ongeveer neer op 3/4 van het afval in Frankrijk. En dat wordt eigenlijk opgesplitst tussen de bouw, openbare werken, 42 miljoen ton voor de bouw en 185 miljoen ton voor de openbare werken. Verschillende soorten afval in het afval, ongevaarlijk afval, gevaarlijk afval. We hebben een daling van het aantal van het afval bewerkstelligd en hergebruik.
van dit afval is afbraak of bouwafval in Frankrijk. Neemt dat een belangrijk deel in. Het storten van afval neemt nog een belangrijke plaats in. En de doelstellingen van de verschillende richtlijnen zijn om juist dat te verminderen. Maar er is ook een probleem met de organisatie van de traceerbaarheidspapieren. Want het is nog vaak onbekend welke tonnage wordt hergebruikt. En het wordt allemaal nog niet goed getraceerd. Nou, de zaak is allemaal in ontwikkeling. Het gaat de goede kant op allemaal. En we hebben de afgelopen jaren in Frankrijk vastgesteld dat er... actoren zijn en sectoren van de economie die zich daarmee bezighouden. Er zijn verschillende factoren die de boel beïnvloeden. En dat gaat in de richting van een kringloop-economie voor met een sterke regeldruk op Europees en nationaal vlak die de opkomst is. We hebben onlangs een nieuwe wet in Frankrijk die is ingevoerd. Met betrekking tot de toepassingscriteria. Die stelt nogal hoge eisen en doelstellingen. Dus het is momenteel veel rendabeler en winstgevender om te hergebruiken en om te recycleren. Nou, er is ook nog een hele deel met betrekking tot sorteren van afval. Recycling, sorteren van afval op de bouwwerf enzovoort. Dat gaat allemaal de goede kant op en het is allemaal zeer innoverend. Het is ook heel belangrijk om te kijken wat de afzetmarkten zijn voor dit afval. Dus we gaan de opdrachtgevers die engageren zich op verschillende manieren. Het zijn dus de particuliere opdrachtgevers die... De particuliere opdrachtgevers die verhogen de druk, maar de overheidsopdrachtgevers zijn nog wat huiverig daarvoor. Kijken we even naar de kanalen van recycling en hergebruik. In Frankrijk. Is een land met 15 regio's en al die regio's die zitten niet op hetzelfde niveau qua de ontwikkeling op dit vlak. In het algemeen kunnen we zeggen dat met betrekking tot de verschillende hergebruik wordt dat opnieuw meegenomen in verschillende zaken. Bijvoorbeeld er wordt beton wordt gerecycleerd er zijn andere elementen die worden meegenomen, bijvoorbeeld hout, gips, metaal, ramen, glas, PVC. Nou, al die sectoren die zijn momenteel in ontwikkeling met een sterke toepassing, dus een hergebruik in het industriële proces. Die eigenlijk die materialen meeneemt en ook inpast in verschillende fabrikageprocessen. Dus er zijn ook nog andere sectoren waar het wat ingewikkelder ligt met betrekking tot recycling. Bijvoorbeeld met hardplastic. Hardplastic dat breekt af en dat is een heel ingewikkelde zaak. Het is moeilijk om dat allemaal te identificeren. En dat is dus met betrekking tot recycling is dat niet evident. We hebben. Dus in het algemeen kunnen we zeggen dat de context voor recycling inderdaad de goede kant op gaat. Met betrekking tot hergebruik. Hergebruik verloopt goed in openbare werken. Sinds een aantal jaar, maar. Maar onder invloed van een pure financiële en economische factor wordt er getracht om zo min mogelijk vrachtwagens van de werf af te voeren. En om daarvoor te zorgen zijn er een aantal tools ingevoerd waarmee dus
het meeste afval, inerte afval, wordt afgevoerd van de werf. Er zijn nog veel belemmeringen, technische, regelgevende, economische aard. Net als in België is er ook een probleem met betrekking tot verzekeren. Er zijn nogal wat beperkingen in de afvalafvoer. Er is een aanbod van materiaal dat wat bestemd is voor hergebruik. Het is toch verrassend, maar het is wel belangrijk. Want het verwijderen en selectieve afbraak die komt op gang. Er zijn momenteel ook digitale tools, platforms. Er zijn er meer dan 100 momenteel in Frankrijk. En die proberen dus... er is ook een sprake van een bescheiden ontwikkeling van fysieke platforms. Waarom? Omdat er nog wat problemen zijn met de grond. Vooral met grote agglomeraties niet makkelijk om plaats te vinden, om een plek te vinden wat nog redelijk betaalbaar is. En wat daar... Dus het is ook lastig om een economisch evenwicht te vinden, ondanks de subsidieregeling van het financieringsmechanisme. De verkoop van materiaal, van deconstructiemateriaal, is nog onvoldoende om een economische evenwicht. Dus de markt momenteel is nog weinig ontwikkeld. Er is gebrek aan afzetmogelijkheden. De particulieren die zijn wel sterk vragende partij. Maar de bouwheren binnen de overheid die blijven huiverig met betrekking tot het gebruik van voor materiaal bestemd voor hergebruik. Nou, de zaken evolueren wel, hè. Het bougeert allemaal goed daar. Er worden bijvoorbeeld afvalclausules en clausules voor de herbruikbare materialen ingevoerd voor de consultatiedossiers van de ondernemingen. En met betrekking tot de baggerwerkzaamheden en sloop, is dat momenteel al erg gangbaar. Het projectbeheer bijvoorbeeld, de bouwheerschap, die wijzigt geleidelijk aan de aansprakelijkheden, verantwoordelijkheden in de dossiers. Hè. Dus als we het hebben over projectuitvoering, daar wordt in Frankrijk vaak over gesproken. De projectbeheerders en de projectuitvoerders die hebben verschillende verantwoordelijkheden ten aanzien daarvan. Dus er is ook een verantwoordelijkheid bij het opstellen van de dossiers. En er moet ook een kritische analyse worden uitgevoerd van de diagnose, eventueel door een derde. En er is een verantwoordelijkheid bij het opstellen van de dossiers. En ook... met betrekking tot de organisatorische opvolging, verantwoordelijkheid bij de follow-up enzovoort. Nou, dat moet allemaal natuurlijk wel betaald worden. Maar momenteel is het concept in Frankrijk is dat er nog niet veel bewustzijn is gecreëerd. En er zijn weinig opleidingen momenteel met betrekking tot de projectbeheer. Ik heb zelf opleiding genoten met betrekking tot tot recycling. En momenteel zijn er bijvoorbeeld veel projectbeheerders die behoefte hebben aan begeleiding. En er zijn momenteel dus opdrachten voor projectbeheerders. En sommigen moeten terugvallen op assistentie bij dat projectbeheer in groepsverband. En er zijn momenteel grote groepen projectbeheerders in Frankrijk die zich gaan organiseren. En die zich op het vlak van de circulaire economie. Als je het dan hebt over de consultatiedossiers van bouwondernemingen, dan probeert men daar de afvalproductie te verminderen.
En er worden dus clausules ingevoerd, die afvalclausules in die dossiers. En ook met betrekking tot het aantal regelgevingen. In Frankrijk is de wetgeving, verplichte wetgeving om de ondernemingen een aantal richtlijnen te volgen met betrekking tot het verminderen van de schadelijkheid van afval enzovoorts. Maar er is ook een aantal zaken die momenteel worden ingevoerd op vrijwillige basis voor het optimaliseren van de afvallogistiek bijvoorbeeld. Nou, we moeten zeggen dat er veel bedrijven zijn die zich snel aanpassen aan de zaken. En wat ook heel erg belangrijk is, is dat het beheer van die afvalstromen, dat een goed afvalbeheer en preventiebeleid economisch nogal flink winstgevend is. Dat zijn eigenlijk twee aspecten met betrekking tot de werven, dus de deconstructiewerven. Dus er is steeds meer bekend, de bedrijven die zijn bekend met het onderwerp, komt meer bekendheid aan recycling. Als je dan nu kijkt naar de afzetmarkten, we hebben dus openbare aanbestedingen, maar er worden maar weinig clausules rond afval en gebruikbare materialen opgenomen in die consultatie bouwondernemen. Dus die... Als wij bijvoorbeeld een bouwheer vergezellen of begeleiden, dan moet er altijd een akkoord zijn om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld sprake is van bepaalde zaken die worden uitgevoerd volgens een bepaalde richtlijn. Dus er zijn ook bouwheren die verder, veel verder gaan. In de regio in de France is er een mooi project bijvoorbeeld in bepaalde gebiedsdelen. En met betrekking tot de hergebruik zijn er projecten die bijvoorbeeld meer zich situeren op het niveau van de gebouwen. En er is bijvoorbeeld ook een project dat bestaat uit het ontwikkeling van en het gebruik en het hergebruik van materiaal op een bepaald stuk grondgebied. Dat toont aan dat er nog heel veel lange weg te gaan is om ervoor te zorgen dat er een vlotte doorstroom is van gebruikte en te hergebruiken elementen van de verschillende werven. Ik ga u een voorbeeld geven, want het is niet alleen theorie. Ik ga u een concreet voorbeeld geven van een realisatie die gebeurd is door bouwheren, bijna openbaar aan publiek. Het is Postimo. Postimo, dat is de vastgoedtak van wat wij hier in Frankrijk hebben. Dat is voor de posten. Het gaat in voor een bouw van een postsorteercentrum met heel sterke verplichtingen. Want het is echt in het centrum van de luchthaven gebouwd. Luchthaven Nice-Côte d'Azur. Het is een administratief gebouw. En we moesten een volledig gebouw kunnen optrekken. En moesten zien hoe dat we het terrein konden gebruiken. En moesten rekening houden met dus de luchthaven van Nice en die verplichting. Dus de bouwheer, hij moest er dus voor zorgen dat dus de circulaire economieken worden gerespecteerd, zowel in zaken hergebruik, recyclage. Er zijn dus twee bouwheren die werden gevraagd. De eerste om te werken op het hergebruik en de andere die werkte op het recyclageluik. Opvolging van de werk is goed verlopen, op traceabiliteit goed verlopen. Dus als we dan kijken naar de balans van het hergebruik en de globale valorisatie, als we kijken naar het tonnage, producten, materiaal en afval dat werd behandeld, dat is 17.748 ton. Het materiaal die werd gebruikt, getransformeerd enzovoort, dat is ongeveer
10.381 ton en het afval dat daarmee gepaard ging, dat was dus 7.366 ton. 7.263 ton werd gevaloriseerd en 103 ton moest dus geëlimineerd worden. Dat is dus een hergebruikpercentage, globale valorisatie voor deze werven. Dat dus echt geconcentreerd was op hergebruik en valorisatie. Dat was 99,4%. Want dat is een gebouw uit de jaren 70, een niet echt nieuw materiaal. Daar komt het dus tot een percentage, heel uitzonderlijk, in een gewest, in een regio dat niet bekend is voor het hergebruik van afval. Dus de richtlijnen zijn heel strikt. Dus als er een beetje wil is, is het wel mogelijk. Dus preventie, hergebruik, daar hebben we nog moeilijkheden. We hebben dus een heel strikte benadering gehad met een resource catalogus dat werd opgesteld voor het zoeken van mogelijke aankopers. Er is niet veel materiaal geweest. Dat werd overgenomen dus door die verschillende markten. Dus we zijn moeten gaan zoeken à l'ancienne. Dus de telefoon nemen, gaan bellen en dat heeft dus meer succes gehad. Dus we hebben toch redelijk wat materiaal kunnen demonteren, vensters en dergelijke meer. Radiatoren, verwarming enzovoort om hergebruikt te worden. Als we kijken naar de balans, het hergebruik, er is dus veel beton dat werd hergebruikt. Dus dat werd dus op de werf verwerkt. En dat kon elders in Frankrijk worden hergebruikt op andere werven in Frankrijk. En voor de grond, de aarde, net hetzelfde. En als we nu kijken naar het hergebruik van de secundaire elementen, dat is een beetje moeilijker. Er is dus veel gebeurd, want een metalen dakgebinde kon volledig worden hergebruikt op een ander gebouw, een school, sanitair ook, kon hergebruikt worden, PVC-materiaal. Dus een schrijnwerk in hout kon ook hergebruikt worden, metaal ook, en sanitair ook. Dus, en hier origineel, dus dat is materiaal, dus mogelijk gevaarlijk afval, dat kon hergebruikt worden. Met dus airco, verwarming en dergelijke meer, kon gedemonteerd worden. En kon dus opnieuw geïnstalleerd worden op een ander gebouw. Dat was dus het voorwerp van een hergebruikoperatie. Als we dan een definitieve balans opmaken van al die operaties over materiaal dat werd gedemonteerd op de 10.381 ton, een grote meerderheid van dus de vaste dingen die konden worden hergebruikt, 34,5 ton van niet-gevaarlijk materiaal kon hergebruikt worden. En 17 ton gevaarlijk materiaal kon hergebruikt worden. Een positieve balans, maar we zien dat het hergebruik vandaag, dus op enkele uitzonderingen na, dus eerder een beetje ingewikkeld is. En dan zal ik mijn presentatie besluiten. Heel algemeen, dus ten opzichte van de situatie die we in Frankrijk kennen, de context is steeds gunstiger voor het hergebruik en valorisatie. Recyclage, valorisatie zijn dus opdrachten, markten die moeten gevaloriseerd worden. Het hergebruik in het gebouw is heel recent, maar complex. Het zal veel tijd vergen om dus dat massaal te ontwikkelen. Dus de bouwheer neemt zijn verantwoordelijkheid, gelet op de problematiek, gelet op de vereisten in zaken lastenboeken. Dus het dossier voor raadplegen van ondernemingen moet gewijzigd worden. Maar er zijn toch grote verschillen tussen de regio's in Frankrijk, heel grote verschillen. En dan zal ik besluiten om te zeggen, dus voor dit project met het Interreg, is dat er dus nog veel vooruitgang moet gebeuren. Het is al veel gebeurd. Noorden van Frankrijk hebben we nog veel mogelijkheden om ons te verbeteren voor dit hergebruiken. Maar we zitten op de goede weg. Zo,
Ik besluit mijn presentatie hier en ik dank u om naar mij te hebben geluisterd. De volgende spreker is Frank Geets, industrieel ingenieur van opleiding. Hij is administrateur-generaal van het facilitair bedrijf van de Vlaamse overheid, het dienstencentrum binnen de Vlaamse overheid voor ICT, vastgoed, facilities en overheidsopdrachten. Het facilitair bedrijf wil tegen 2028 aantoonbaar de meest circulaire facilitaire dienstverlener in Vlaanderen zijn, die, door het goede voorbeeld te geven, inspirerend is voor klanten en leveranciers. Met de omvorming van de WTC 1 en WTC 2 torens in Brussel tot een duurzaam en circulair kantoor en woongebouw zijn ze op het goede pad. Vooraleer we het woord geven aan Frank, starten we met een filmpje over de werken van de WTC torens. Zin in Noord. Het bestaande gebouw wordt maximaal hergebruikt. De ondergrondse verdiepingen en de circulatiekernen blijven behouden. Wat wel wordt afgebroken, krijgt een nieuw leven. Zo kunnen we tot 95% van alle materialen recupereren of recycleren. Een nieuwe centrale balk verbindt de twee torens, waardoor 14 buitengewoon ruime vloeren ontstaan. Zo krijgt de Vlaamse overheid een maximaal verbonden werkruimte met panoramisch zicht. Meer dan 30 materialen van het nieuwe gebouw zijn C2C gecertificeerd, waaronder de nieuwe betonvloeren, het glas en aluminium in de gevel, de binnenwanden en vloerbekleding. Modulaire afwerkingsmaterialen, zoals de lichte binnenwanden en uitneembare verhoogde vloeren, maken van Zin in Noord een uiterst flexibel en aanpasbaar gebouw. Op de tussenliggende verdiepingen komen er appartementen en een hotel. Dit geeft een gebouw waar altijd leven is, 24/7. Dankzij een doordachte organisatie van de circulatie kruisen de gebruikers elkaar echter niet en werkt elke functie op zich. Gedeelde polyvalente ruimtes brengen gebruikers en buurtbewoners samen. Een grote serre, een sportcentrum en een daktuin waar mensen elkaar ontmoeten. Centraal gelegen in het hart van de Noordwijk is het gebouw ook vlot te voet, met de fiets en het openbaar vervoer bereikbaar. De publieke parking en meerdere fietsenstallingen vormen de ideale uitvalsbasis voor auto- en fietsdelen. Het gebouw wordt zo een sterke schakel in het stedelijk netwerk. Een enorme daktuin van 1500 vierkante meter met 360 graden zicht. Een volledig groene gevel en een grote serre als oase in de stad. In het kantoor 400 vaste bomen en planten en meer dan dubbel zoveel losse planten. Het gebouw wordt een nieuwe groene long met een gezond, aangenaam en stimulerend binnenklimaat. Een intelligente gevel garandeert comfort op een energiezuinige manier. Zonnepanelen aan de buitenzijde zorgen voor energie en bescherming van de zon. De opengaande ramen zorgen voor verse lucht overdag en een natuurlijke afkoeling 's nachts. Ook de daken worden maximaal voorzien van zonnepanelen, tot in het glas van de serre. Warmte en koude worden ontrokken uit de grond met een KWO-systeem, wat meer dan 60% van de vraag dekt. Een uitwisseling van energie tussen de functies zal het energieverbruik verder reduceren. Via een app worden de gebruikers van het gebouw betrokken en gestimuleerd tot een zuinig energiegebruik. Met een divers programma, gebruikmakend van hernieuwbare energie en opgevat als een levende materialenbank, is Zin in Noord een voorbeeld van de circulaire filosofie. Klaar voor de verandering van morgen, overmorgen en ver in de toekomst. Goedendag, mijn naam is Frank Geets. Ik ben administrateur-generaal van het facilitair bedrijf van de Vlaamse overheid. En ik ga jullie iets meer vertellen over ons kantoor 2023. En dat is het kantoorgedeelte van het project Zin in Noord, waarvan jullie zo net een filmpje hebben kunnen bekijken.
Voor diegenen die ons niet kennen, wij zijn als agentschap verantwoordelijk voor het vastgoed, het facility management van de Vlaamse overheid, maar ook voor de aankoopcentrale van de overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid en voor de gemeenschappelijke ICT. Als we het hebben over vastgoed, hebben we een heel diverse portefeuille. Dat gaat van musea in Antwerpen die we aan het renoveren of aan het bouwen zijn. Wij renoveren ook de plantentuin in Meissen. Van de koninklijke loge van de oude renbaan in Groenendaal is er een bed and breakfast gemaakt. En ook het kasteel van Gaasbeek is vandaag de dag onderhevig aan een grondige renovatie. Ook het landgoed van Aldebiezen en het museum Dossin in Mechelen zitten in onze portefeuille. En natuurlijk vergeten we niet onze regeringsgebouwen en onze kantoorgebouwen, waaronder rechtsonder het Herman Teirlinck-gebouw op de site van Tourentaxis, het eerste grote passieve kantoorgebouw in België. En om af te sluiten, gebouwen op een luchthaven, cultuurgebouwen zoals de Singel of een heel moderne mooie zoutloods. Kortom, meer dan 6000 gebouwen heeft de Vlaamse overheid in haar vastgoedportefeuille met een zeer hoge diversiteit. Even iets over circulariteit. Vroeger hadden we een lineaire economie. Iets werd gebruikt en werd afval. Dan kregen we de recyclage. We gingen dingen gebruiken, weggooien en dan vanuit een recyclagegedachte terug gaan hergebruiken. Waar we nu naartoe willen en moeten, is een circulaire economie waar we de dingen gewoon gaan hergebruiken. Iedereen heeft al wel eens het circulaire model van Ellen MacArthur gezien. Om tot een circulaire economie te komen, moeten we vooreerst gaan dingen herstellen, hergebruiken, eventueel herbestemmen en pas in laatste instantie deze materialen in een recyclageproces brengen. Want dat recyclageproces, dat kost tijd, geld en heel dikwijls heel veel energie, wat we moeten trachten te vermijden. Voor diegenen die al eens in Lucca geweest zijn, Toscane, herkennen deze foto misschien. En het plein in het midden was vroeger een arena. En die is ooit afgebroken geweest en men heeft met die materialen andere huizen gaan bouwen. En vandaag blijft er een mooi plein over. Ook het Forum Romanum in Rome is geen ruïne, maar is eigenlijk een brico die nog niet volledig uitverkocht is. Want Romeinen en al de volkeren in die tijd, die wisten dat ze materialen moesten hergebruiken. En om te bewijzen dat circulariteit van alle tijden is, dit is het tuinhuis in de tuin van mijn ouders. Ik heb zelf als ik jong was nog mee deze stenen proper gemaakt en die tuinhuis is volledig circulair. De deur, de ramen, de bakstenen waren afkomstig van een stuk van het huis dat gesloopt werd. Maar daarna zijn we dat precies uit het oog verloren en werd circulair iets oudbollig. Nu, we moeten terug naar dat circulaire denken. We zijn dan ook heel fier dat wij als facilitair bedrijf de eerste SDG-champion in Vlaanderen geworden zijn, bekroond door de UN. We zijn daar terecht fier op, want we willen als Vlaamse overheid hier een voorbeeld geven. En circulariteit in vastgoed betekent in eerste instantie het vermijden van vierkante meter gebouw. Tussen 2016 en 2014 zullen we het aantal vierkante meter die de VO in gebruik heeft in Brussel halveren. En zullen ook het aantal gebouwen dat we in huur of eigendom hebben dalen met 70%. Maar laten we het nu even hebben over kantoor 2023. We zullen in Brussel 4 grote kantoorgebouwen verlaten en nog een aantal kleinere, om al die ambtenaren samen te brengen in 1 kantoorgebouw in de Noordwijk. Zoals duidelijk werd gemaakt in het filmpje, is het een multifunctioneel gebouw waarbij wij als Vlaamse overheid het gebouw en installaties gaan delen met andere gebruikers. In het blauw de appartementen, in het groen het hotel, in het roze de kantoren. Er zullen ook winkels en coworking zijn. En het is ook ontworpen als een aanpasbaar gebouw. Dat wil zeggen dat als er ooit meer of minder behoefte is voor kantoren of voor appartementen, dan kan dit vrij eenvoudig aangepast worden. Het zal ook een zeer aangenaam gebouw worden met grote zetvormige vloeren,
waarvan de centrale zone, de roze zone hier, dubbel hoog zal zijn en standaard hoge ruimtes rondom de circulatiekernen die we behouden hebben. Dat zal een heel aangenaam gevoel geven en ook mogelijkheid om veel groen te voorzien in de centrale zone. Onze uitgangspunten voor dit gebouw waren dat we binnen één complex verschillende functies wilden. Kantoor, hotel, woningen, sportfaciliteiten en zo verder. Het moest ook toekomstbestendig zijn voor de noden van vandaag en morgen, dus zeer flexibel ingericht. En moest ook een meerwaarde geven voor de Noordwijk en de brede omgeving rond dit kantoorgebouw. We willen ook efficiënter gebruik maken van de beschikbare ruimte op de site. En we gaan dus op de site een verdichting toepassen door een volume tussen de twee torens te plaatsen. We doen ook aan urban mining, want 2/3 van het gebouw zoals het er stond, wordt hergebruikt of gerecycleerd. Een mooi voorbeeld is dat we het nog bruikbare tapijt momenteel al geïnstalleerd hebben in een ander kantoorgebouw. En als het over de sanitaire elementen gaat, die kunt u als tweedehands bouwmaterialen ondertussen kopen in bouwwinkels in de streek. Even een overzicht. Het oude gebouw was ongeveer 281.000 ton materiaal. Het nieuwe gebouw zal 341.000 ton materiaal bevatten. Nu, 2/3 van het oude gebouw wordt gewoon ter plaatse hergebruikt. Dat gaat van verhoogde vloeren, de betonstructuur, de parkings, houtpanelen en zo verder. Een stukje wordt elders gebruikt en ongeveer 1/3 wordt dan gerecycleerd. En die gerecycleerde materialen komen dan ook voor een stuk terug in het gebouw. Minder dan 5% is afval. En als we kijken naar het nieuwe gebouw, is ongeveer de helft gewoon herbruikt. 16% is via recyclage herbruikt. En alle nieuwe materialen, ongeveer 1/3, zullen voor 97% cradle-to-cradle zijn. Wat betekent dat we echt over een circulair gebouw kunnen spreken. Qua energie werken we heel duurzaam. We gaan natuurlijk verwarmen en koelen via geothermie, waar we via deze geothermische installaties meer dan de helft van de vraag kunnen beantwoorden. En ook via PV-installaties, die ook bijvoorbeeld dienen als zonnewering, zorgen we dat we bijna zelfvoorzienend zijn met elektriciteit. Het wordt ook een zeer groen gebouw met een publiek toegankelijke serre, een groene gevel aan de kant van het park, een daktuin, maar ook heel veel groen op de werkvloer en de ontmoetingsplekken dankzij de dubbele hoogte. En we gaan ook ramen hebben die open gaan, in tegenstelling tot klassieke kantoorgebouwen. Wat we ook gaan doen, is onze energie delen, ons water delen, onze verwarming, onze koeling, tussen alle bewoners van het complex, dus hotel, appartementen, kantoren. Want de piekverbruiken liggen op een ander moment en dus we zijn heel complementair. Dat betekent dat we van die centrale installaties gaan een stuk, bijvoorbeeld 's avonds, gaan wij verwarming en elektriciteit leveren aan de appartementen wanneer de kantoren niet gebruikt worden. Dit is een van de eerste keren dat zo'n energiebeheer op een site gedaan wordt. Ook water is belangrijk. We gaan het regenwater opvangen, het drainagewater dat we uit de grond moeten oppompen en het gerecupereerde grijswater uit baden, douches en lavabo's gaan we allemaal samenbrengen en gaan we zuiveren. En dat gaan we dan terug herverbruiken op de plaats voor bewatering van planten, voor toiletspoelingen, urinoirs en voor koeling van luchtgroepen. We willen er ook een zero waste gebouw van maken. En we willen enkel nog werken met grondstoffen, niet langer meer met afval. We zullen dan ook een installatie hebben voor ons GFT, wat kan verwerkt worden en wat uiteindelijk gaat leiden tot energie. Net zoals in de meeste van onze recente gebouwen gaan we werken met circulair meubilair. Wat wil dat zeggen? Ten eerste dat we het materiaal dat we hebben, de meubelen, dat we die gewoon gaan hergebruiken en verhuizen. Ten tweede gaan we die refurbishen, herstellen, iets anders mee maken. En pas in laatste instantie, en dan gaat het over heel specifiek meubilair, zit-sta-meubilair bijvoorbeeld, gaan we nieuwe meubelen kopen.
Als we het hebben over circulaire systemen, we gaan proberen de grondstofstromen te sluiten. Meer dan 60% van onze waterbehoeften zal door waterrecuperatie gedekt worden. Qua energie zijn we bijna energie-neutraal en 70% wordt door hernieuwbare energie gedekt. Onze materiaalstromen gaan we voor 100% volgen en we gaan ook van alle materialen die gebruikt hebben, materialenfiches hebben. Ook tijdens de werf en daarna tijdens de exploitatie gaan we doorgedreven afvalmanagement doen. We gaan ook de lokale ecosystemen structureel verbeteren door verbetering van de lokale biodiversiteit, omdat we aansluiten bij een groen park. En het gebouw zal ook aanpasbaar en toekomstgericht zijn. We hebben het Zebra-concept. Het Design for Disassembly betekent dat we met demonteerbare gebouwelementen gaan werken, met droge systemen, die heel gemakkelijk en goedkoop kunnen veranderd worden. En natuurlijk ook die energieuitwisseling tussen functies, die heel belangrijk gaat worden in de toekomst. En om af te sluiten, ja, wij gebruiken ons GROW-systeem. Binnen onze overheidsopdrachten voor gebouwen gebruiken wij onze eigen duurzaamheidmeter, GROW. Die legt eisen op rond duurzaam wervenbeheer en afvalstromen, maar ook tot prestatie-eisen. Die moeten bereikt worden en die moeten werkelijk gestaafd kunnen worden. Dat gaat over integrale toegankelijkheid, materiaalpaspoorten, akoestische eisen en zo verder. En we hopen dan ook dat deze duurzaamheidsmeter in de loop van volgend jaar ook doorheen gans België zal gebruikt worden. Ik hoop dat dit jullie een heel goed idee gekregen heeft waarmee we naartoe willen met ons circulair kantoorgebouw 2023. Bedankt. Dankjewel, Frank. Je rappelle aux participants que le Q&A est toujours ouvert pour vos questions. De laatste spreker is Roos Servaas. Roos Servaas is ingenieur van opleiding. Roos is ingenieur van opleiding en was jarenlang actief als adviseur beleidsinnovatie bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Nu werkt ze als facilitator circulaire economie bij Vlaanderen Circulair en is ze medeverantwoordelijk voor de vele acties uit de Vlaamse Green Deal circulair bouwen. Roos, naar een circulaire economie met Vlaanderen Circulair, aan u het woord. Goedemiddag, mijn naam is Roos Servaas en ik ben werkzaam binnen het team Vlaanderen Circulair. Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld, financierders en de kenniswereld die samen actie ondernemen. Het partnerschap Vlaanderen Circulair wordt ondersteund door een multidisciplinair team, waar ik dus onderdeel van uitmaak, en dat is ingebed bij de OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Graag wil ik jullie in 15 minuten een drietal zaken toelichten, namelijk een korte introductie geven met betrekking tot de activiteiten die Vlaanderen Circulair vandaag oppakt, vervolgens even inzoomen op het thema circulair aankopen en tot slot wat meer over onze Green Deal, circulair bouwen. Vooraleer in te zoomen op onze specifieke activiteiten, toch eerst een kadering van waarop we in essentie willen inzetten. De transitie naar een circulaire economie is geen evidentie. Het druist in tegen de huidige manier van business voeren in een lineaire economie en vooral hoe we omgaan met materialen. Er is vandaag wel een hele bewustwording gaande, bezig, waarbij meer en meer partijen beginnen inzien dat het anders moet. Maar dat wil niet zeggen dat we zonder slag of stoot richting die circulaire economie zullen evolueren. We bewandelen dus dit pad, maar het is geen wandeling in het park, zoals ze zeggen. De Vlaamse regering die heeft nog deze zomer bekrachtigd dat zij de transitie naar een circulaire economie als een transversale beleidsprioriteit zien. Concreet betekent dit dat het beleidsmatig in alle geledingen van de maatschappij moet doordringen en opgepakt worden. De ambities zijn niet min. We willen onze materiaalvoetafdruk van consumptie tegen 2030 met 30% terugdringen in Vlaanderen. Vlaanderen Circulair tracht een ecosysteem op te zetten voor een goede inbedding en uitrol van de circulaire economie in Vlaanderen. Daartoe zetten we onder meer in op subsidieprogramma's voor bedrijven en NGO's, samenwerking met het onderwijs, maar maken we ook publicaties, organiseren we netwerkmomenten enzovoort.
We kregen bijvoorbeeld de kans om verschillende open calls te lanceren en zo meer dan 130 innovatieve circulaire economieprojecten te ondersteunen in Vlaanderen breed. Voor wie nog meer wil weten over onze activiteiten, kan u op onze website de publicatie raadplegen, waarin wordt teruggeblikt op onze werking gedurende de 3 afgelopen jaren. Deze is ook in het Engels verkrijgbaar. Hoe pakken wij nu vandaag concreet die transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen organisatorisch aan? Dit is een organigram en zoals je ziet is Vlaanderen Circulair een initiatief van 2 ministers, zijn de Vlaams minister Krevits, bevoegd voor economie, wetenschap en innovatie, en Vlaams minister Demir, bevoegd voor justitie en handhaving, milieu, energie en toerisme. Maar de dagelijkse aansturing gebeurt door een stuurgroep, met hierin een vertegenwoordiging van de maatschappelijke vijfhoek. Dus het gaat hier zowel om overheden, bedrijven, middenveld, financierders als kenniswereld present in deze stuurgroep. Momenteel staan we voor de doorstart van onze werking. Om nog meer transversaal te kunnen werken, zullen we vanaf 2021 met concrete werkagenda's aan de slag gaan. We focussen dus vanaf begin 2021 op 6 werkagenda's, waaronder 1 rond circulair bouwen, 1 rond chemie en kunststoffen, waterkringlopen, bio-economie, voedselketen en maakindustrie. Maakindustrie is onder andere de focus op textiel en andere consumptiegoederen. En binnen die werkagenda's gebruiken we 7 hefbomen. Concreet het inzetten van beleidsinstrumenten, circulair aankopen, maar ook gewoon communicatie, onderzoek, innoveren en ondernemen, financiering en jobs en vaardigheden. En zij zijn voor ons ook echt de versnellers, de hefbomen, om die knelpunten en die drempels weg te werken en een echte doorwerking van die circulaire economie te kunnen maken. De werkagenda's zullen zich kenmerken door enkele gemeenschappelijke principes. Ze worden geïnitieerd door 2 trekkers. Een publieke en een private actor. En zij definiëren in overleg met de maatschappelijke vijfhoek, met al die actoren, gezamenlijk doelen en concrete werkpaden en acties. Dat hoeven niet noodzakelijk allemaal nieuwe acties te zijn. Vaak is het ook belangrijk om na te gaan hoe we diverse initiatieven meer transversaal of dus dwars kunnen verbinden, zodat ze elkaar kunnen versterken. En uiteraard bekrachtigen we zo'n werkagenda ook met een engagement en de nodige visibiliteit. In een circulaire economie is niet alleen het aanbod van circulaire innovaties en producten en diensten belangrijk. Er zijn immers ook aankopers nodig die deze innovaties begrijpen en die willen aankopen of zelfs stimuleren door hun vraag. Circulair aankopen zien we dan ook als een belangrijke hefboom om de markt voor circulaire producten en diensten te laten groeien. De focus ligt bij circulair aankopen op het maximaal behouden van waarde van de aankopen producten, componenten en materialen. Energie- en materiaalkringlopen worden daarbij maximaal actief gesloten doorheen de ganse leveringsketen en we proberen die negatieve milieu-impact en afval zoveel mogelijk te vermijden. Onze ambitiekaart is een handig instrument om als organisatie concreet aan de slag te gaan met circulair aankopen. De ambitiekaart die kwam voorafgaand aan onze Green Deal circulair aankopen tot stand na verschillende workshops met aankopers en experten circulair aankopen. Het is een hulpmiddel om ook binnen jouw eigen organisatie aan de slag te kunnen gaan met circulair aankopen. Hoe doe je dit concreet? Wel, je gaat in een eerste stap met die ambitiekaart in gesprek gaan met je interne stakeholders. In je eigen organisatie dus, hè, om ambities zo concreet mogelijk te maken. Dit helpt ook om draagvlak te creëren en vergroot de kans op slagen voor jouw eigen circulaire aankoopproject. Je ziet op deze kaart 5 circulaire doelstellingen. Dat zijn de letters bovenaan, van links naar rechts. Zij zijn ingedeeld naar input, dus de letter A en B, gebruik en potentieel output, D en E van het product. Voor elk van die doelstellingen worden ook strategieën aangereikt om ze te bereiken. Die zie je van boven naar onder. Om dit even te illustreren, de ambitiekaart geeft als eerste doelstelling de totale hoeveelheid materialen reduceren. Je kan hierbij als strategie bijvoorbeeld kiezen om intern te delen.
Dat lijkt evident, maar is het vaak niet. Vooral grote organisaties die weten vaak niet wat er allemaal in omloop is en wie welke producten gebruikt. En dus een grondige inventarisatie maken vooraleer over te gaan tot een nieuwe aankoop lijkt evident, maar gebeurt omwille van heel wat redenen, verschillende redenen, vandaag vaak niet. Bijvoorbeeld wanneer verschillende afdelingen niet weten van elkaar wat ze gebruiken en hoe vaak het gebruikt wordt. Of door tijdsgebrek. Er is vaak nu onmiddellijk nood aan die producten, dus een uitgebreide inventarisatie vraagt dan gewoon te veel tijd. Maar dus met dat intern delen streven we al dus naar het optimaliseren van gebruik van interne bestaande voorraad. En de bezettingsgraad uiteraard wordt dan geoptimaliseerd. Het samen gebruiken van producten verkleint de hoeveelheid producten in gebruik en daarmee de hoeveelheid materiaal om tot een vergelijkbare functievervulling te komen. Maar een andere strategie kan ook bijvoorbeeld het traditionele huren zijn wanneer je slechts af en toe iets nodig hebt. Of zoals hier bijvoorbeeld ook het platform Werflink, waarbij bouwmateriaal of overschotten gedeeld of verhuurd worden tussen bouwbedrijven. Een andere doelstelling kan bijvoorbeeld zijn het potentieel hergebruik van producten of componenten maximaliseren. Dit kan ook opnieuw via verschillende strategieën. Een voorbeeldje is dat je meer standaardmaten kan hanteren, zodat ook de uitwisselbaarheid groter wordt in de markt. Als concreet voorbeeld ziet u hier onderaan het circulair alternatief voor lichte interieurwanden. Het systeem Juno, ook mee ontwikkeld onder impuls van een van onze open calls, is een lichte en vaste interieurwand die je niet sloopt als hij niet meer nodig is, maar demonteert en herplaatst. Via dus een van onze subsidiecalls werd dit prototype bouwsysteem aan verschillende praktijkvoorwaarden verder getoetst. En deze experimenten evalueren dan de kwaliteit en het circulair karakter van het Juno-systeem. Ook de retailgroep Colruyt die kiest bij de technieken voor plug-and-play systemen die makkelijk monteerbaar, demonteerbaar en aanpasbaar zijn. Iedere winkel van de groep wordt om de 12 jaar verbouwd. En daarbij wordt gelet op maximaal hergebruik van aanwezige materialen voor de inrichting. En door het vanaf het begin slim te ontwerpen, wordt hergebruik op die manier echt een logische keuze. Tot slot kom ik bij mijn derde punt. Onze missie en aanpak als operationeel team Vlaanderen Circulair is onder meer ook het creëren van krachtige netwerken. Via dergelijk netwerk kunnen we kennis ontwikkelen en verspreiden, maar ook innovatie stimuleren en het ook echt laten gebeuren in de praktijk. Concreet voor de Vlaamse bouwsector werd de Green Deal circulair bouwen door VCB en de OVAM gelanceerd begin 2019, onder impuls van Vlaanderen Circulair. De eerste ambitie was het creëren van een groot netwerk en een partnerschap van believers. Meer dan 300 organisaties intussen hebben de overeenkomst van de Green Deal circulair bouwen ondertekend en nemen deel aan een 4 jaar durend proces waarin elke deelnemer ook zijn eigen project op het gebied van circulair bouwen uitwerkt. Zij moeten daarboven vrijwillig deelnemen aan een lerend netwerk en ermee instemmen dat onderzoekers toegang krijgen tot relevante gegevens, resultaten en hun geleerde lessen. En tot slot moeten ze ook de nodige stappen ondernemen om de principes van circulair bouwen structureel in te bedden in de eigen organisatie. Zoals daar straks ook al toegelicht, zetten we in op open calls, op green deals en daaruit oogsten we vandaag heel wat inzichten over knelpunten en barrières en komen we ook tot nieuwe oplossingsrichtingen. Naast al deze enthousiaste doeners, die je hier rechts ziet, hè, onder andere die on-site experimenten in de praktijk, hebben we ook een onderzoeksteam voor het thema circulair bouwen onder de arm genomen. En zij onderzoeken concreet welke specifieke voorwaarden nodig zijn voor de overgang naar een circulaire bouweconomie. Vlaanderen Circulair is dus reeds sinds 2017 operationeel en bezig met het verzamelen van inzichten en know-how. En vanaf 2021 hopen we nu al deze inzichten nog meer concreet te laten doorwerken naar markt, naar beleid en naar samenleving via concreet voor de bouwsector de werkagenda circulair bouwen. We spreken dus nog zeker van een work in progress. Voilà,
Dit was in de notendop een voorstelling van enkele activiteiten van Vlaanderen Circulair. Wens je meer informatie over onze aanpak, lopende projecten, geleerde lessen, over publicaties? Ga zeker een kijkje nemen op onze website. Er is ook heel wat informatie in een Engelstalige versie beschikbaar. En mocht je specifieke vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen via info@vlaanderencirculair.be. Dankjewel. Dankjewel, Roos. Chers participants, tout à l'heure, j'ai malheureusement sauté la deuxième partie de la présentation de Sylvie Lutz. Donc, nous allons redonner la parole à Sylvie. Veuillez m'en excuser. Pour ma défense, nous n'avons jamais dit qu'une collaboration interrégionale serait facile. Sylvie, u hebt het woord. Dus hier om mijn presentatie van deze morgen, van daarnet eerder, voor te zetten over het CCTB dat Christian Capard u heeft toegelicht, een beetje meer in detail nu, zou ik u ook willen spreken over de vooruitzichten voor het CCTB dat we hebben op het Waalse niveau. Wij willen dit CCTB verder uitwerken om het duurzamer te maken door dus duurzame materialen te voorzien, materiaal hergebruikt te voorzien in het CCTB. Zoals Christian zei, CCTB heeft een volume met administratieve clausules. En via die administratieve clausules hebben wij dus de mogelijkheid ook om dus duurzame aard ervan te versterken, van het CCTB. Dus er komen clausules bij in zaken leefmilieu, van circulaire aard. En zo kunnen we een andere dimensie geven die nog sterker is ten opzichte van de duurzaamheid van het CCTB. Een van de pistes waaraan we momenteel werken, dat is een inventaris maken voor de renovatie van een gebouw. Een inventaris dat betrekking heeft op de materialen in het gebouw die op in situ kunnen worden hergebruikt of op een andere werf. Dus dat inventaris werkt, daar kunnen we verder gaan in de valorisatie van het beschikbare materiaal. Een ander prospectiewerk gaat over het geheel van het materiaal dat beschikbaar is op de markt. En niet alleen op het niveau van het gebouw, maar een beetje verder te gaan en het geheel te overwegen van de markt. Dus de mogelijkheden van hergebruik die daar bestaan. En dus ook een inventaris te maken van de ondernemingen die bestaan in de sector van het hergebruik. En zo kunnen we in fine een platform voor hergebruik uitwerken die redelijk ruim is. En zo kunnen we verder gaan in dit aspect. Dus dit is om dus tools te geven aan de ondernemingen in de praktijk, maar andere pistes voor de bouwheren aan te zetten dit CCTB te gebruiken, is financieel standpunt. Dat is om financiële steun te voorzien voor de markten die die voorwaarden invullen. Dus echt aanzetten om hergebruikt materiaal te gebruiken via een financiële ondersteuning. Dus ook tools geven om type clausules te voorzien, gelinkt aan de circulariteit, om in het kader dus van de opmaak van de bestekking voor bouwwerken, dus de bouwheer dat zich bewust is van wat er bestaat in zaken, dus opdrachten voor werken, maar hem aanzetten om die richting in te slaan. Ook een heel pragmatische steun voorzien via facilitatoren die ook zouden bijdragen eventueel aan de opmaak van de bestekken, maar ook zou bijdragen, helpen, ondernemingen helpen om die clausules van circulariteit verder uit te bouwen. Dus we mogen echt hopen, dus dat is echt in de vooruitzichten, dat die elementen het zullen toelaten dat het afval van producten wordt beperkt, dat we dus ook het gebruik van de grondstoffen kan worden beperkt en dan broeikasgassen kunnen worden beperkt. En we kunnen hopen, en we verheugen er ons ook op, dat het in de verschillende programma's, Waalse plannen, wordt opgenomen, want het staat al in de gewestelijke beleidsverklaring van Wallonië, de DPR, de beleidsverklaring, staat ook in het Waalse plan Afval Resources,
voor een valorisatie van alles wat afval is, niet langer afval, maar resources worden. En het staat ook, en is ook voorzien in de beleidsverklaring, waar er dus een strategie is voor circulaire economie, ook momenteel nog in opmaak, dus de circulaire strategie Wallonia. Dus we mogen hopen dat al deze elementen worden toegepast binnenkort. En dus voilà. Ik denk dat dat is dus een inleiding is voor het debat. Als u vragen hebt, Christian, voor mij of alle sprekers trouwens, kan u gerust de chat gebruiken met betrekking tot deze elementen. En om ons een maximum aantal vragen te stellen, zo kunnen we de reflectie misschien vooruit helpen. Dank u wel aan iedereen. Dank u, Sylvie. Sylvie, ik heb onmiddellijk een vraag voor u, Sylvie. Dus in de Q&A, blijkbaar, beschikt u over andere instrumenten, tools die we kunnen gebruiken voor de overheidsopdrachten, waarmee we rekening houden met het hergebruiken? Op het niveau van de overheidsopdrachten en op het niveau van de directie Duurzame Ontwikkeling in Wallonië werken wij aan een instrument, Totem. En zoals bepaalde andere tools, is een tool dat wordt ontwikkeld zowel voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Dat is een perfecte samenwerking. En met deze tool, dat instrument, kunnen we een evaluatie maken, leefmilieu, op het niveau van de gebouwen. En in deze tool houden we niet alleen rekening met de elementen die worden toegevoegd aan het concept van het gebouw en alle technieken, zaken assemblage bijvoorbeeld. En dus momenteel zijn we nu bezig aan het werken op gerecycleerd materiaal en op het materiaal van hergebruik dat in deze gegevensbank Totem staat. En zo kunnen we een betere score geven in zaken leefmilieu-evaluatie als we dit soort materiaal willen gebruiken. Dat is dus een tool, een instrument dat nog in opmaak is, maar het werkt eigenlijk al wel al goed. Hij heeft dus een erkenning gekregen. Het gaat vooruit en het gaat dus de goede richting uit die richting. Het is een tool, een instrument dat ook kan worden gebruikt en dus in functie van het concept van de gebouwen. We kunnen bij de overheidsopdrachten vragen dat de bouwheer deze tool, dit instrument Totem, gebruikt en dat de verkregen score voor die evaluatie, leefmilieu voor het gebouw, in aanmerking kan worden genomen voor de keuze van het project. Voilà, dat is een tool, een instrument. Dank u wel, met genoegen. En aarzel niet om terug te komen als u meer informatie wenst over Totem. Een vraag hier voor Christian Capard. Is er nog iets anders dat u wilt toevoegen aan de standaard specificiteiten voor recyclage en hergebruik? Ja, vast en zeker. Het zou echt interessant zijn om maximaal de voorschriften te kunnen uitbreiden in zaken vereisten die we moeten hebben, in zaken materiaal voor hergebruiken, materiaal voor recyclage, zodanig dat het materiaal de goede filières voor recyclage, voor demontage, afbraak kan bereiken. Maar daarbij ook is het interessant op een bepaald ogenblik een paradigmawijziging te hebben, een andere geestestoestand, een mindset te hebben die gericht is op hergebruik. En indien we niet in toegang tot hergebruiken en recyclage enzovoort, dat we dan pas nieuw materiaal gebruiken. Vandaag is dat nog niet het geval. Oké, merci beaucoup. Er zijn ook een aantal vragen voor Frank Geets. Eerste vraag. Ja. Zijn er nog dergelijke ambitieuze projecten gepland bij de Vlaamse overheid? Wij zijn nu bezig met een nieuw groot administratief gebouw in Antwerpen ter vervanging van het huidige gebouw. En ook daar hebben we als basis genomen ons lastenboek voor het Zin in Noord project en dan nog verder uitgewerkt. Dus vanaf nu is er geen weg terug meer. En we gaan inderdaad naar de toekomst toe. Er staan nu 20 punten om de 100 op circulariteit en duurzaamheid.
Dat gaat zeker niet verminderen. Okay. En we doen dat nu ook voor renovatieprojecten, niet enkel voor nieuwbouw. We hebben in Kortrijk een proefproject om een oud gebouw te gaan herbouwen en dat ook circulair en passief te maken. Dus we nemen dat overal mee. Amai. Oké, ik heb nog een paar vragen voor u. Kan u iets meer vertellen over GRO? Ja, GRO, het is genoemd naar de dame die in de UN duurzaamheid eerst als eerste op de agenda gezet heeft. En eigenlijk gaat GRO een beetje verder dan Totem, dat gaat over materialen. GRO gaat over veel meer. Bijvoorbeeld, dat gaat over hoe wordt het waterverbruik, het energieverbruik op de werf zelf gedaan. Het gaat veel verder dan gewoon het gebouw en de materialen. Dat moet er zeker en vast in zitten, maar het gaat veel verder. En het gaat ook over hoe gaan we het gebouw achteraf, hoe gaat het energieverbruik zijn achteraf, eens het gebouw in gebruik is. Dus het gaat veel breder. En er zijn nu ook gesprekken in federaal en met de andere gewesten om te kijken van, kan dit ook verder uitgerold worden? Daar zijn we nu mee bezig. Dus net zoals Totem kan dat een samenwerking worden tussen de verschillende beleidsniveaus in dit land. Oké, dankjewel Frank. Dan nog een laatste vraag voor u. Welke rol speelt het facilitair bedrijf in de werking van Vlaanderen Circulair? Wel, wij zijn een grote aanhanger. Wij zijn lid. U zag mij op die grote foto over Circulair boven, stond ik zeer bescheiden helemaal achteraan. Wij doen mee aan al die programma's. En meedoen is niet gewoon gaan luisteren wat de anderen doen, maar wij proberen daar ook zeer actief in te participeren en voorbeeldprojecten daar binnen te brengen. Dus wij zijn, van onze kant zijn wij toch zeer goede collega's. Ik hoop dat dat van de andere kant ook zo is. Dat idee ook aan de andere kant leeft. Dankjewel. Ik heb op dit moment, zo lijkt het, geen vragen meer. Als er nog extra vragen zouden zijn, ik moet altijd een klein beetje wachten op de vraag aan Jean-Yves, zie ik hier. Ja, een vraag voor Jean-Yves Burgy. Une question pour Jean-Yves Burgy. Selon vous, est-ce que le réemploi à grande échelle est possible et à quel horizon? Jean-Yves, votre micro, s'il vous plaît. Oui, c'est une question qui est intéressante. Dus dezelfde graad van maturiteit kunnen halen, zoals recyclage nu op grote schaal. Dat zal zeker gaan via een progressieve behandeling. We zullen zien hoe het evolueert. Op alle niveaus blokkeert het een beetje. Maar dit gezegd zijnde, dat vraagt tijd. Tegen wanneer weet ik niet, maar ik kan je een voorbeeld geven van een industriële filière. Hergebruik bestaat reeds in Frankrijk. Industriële filière hergebruik van de technische vloeren, planchertechniek. Daar kunnen alle kabels getrokken worden onder de kantoren, de bureaus, de facilitatie voor bouwsystemen. Dat zijn elementen die veel geld kosten. En er is een onderneming die daarmee bezig is en nu recupereert die technische vloeren bij opdrachtgevers die renoveren of bureaus aanleggen. Die herstellen ze allemaal en brengen ze opnieuw op de markt naar 10. En nu hebben ze zodanig grote vraag dat ze hem niet meer kunnen volgen, de klanten niet meer kunnen bevoorraden. En dat is een mooi voorbeeld eigenlijk van industriële filières voor hergebruik dat dus geslaagd is, waarbij we dus alle actoren konden betrekken, zowel degenen die het aanbieden, de transformatoren en de overnemers zijn erbij betrokken. Oké, dank u wel. Ik zie geen andere vragen meer. Dan zijn we nu aan het einde gekomen van deze webinar. En ik denk te mogen zeggen dat we veel zaken hebben bijgeleerd over de manier waar de verschillende regio's, gewesten, inspanningen leveren voor het stimuleren van recyclage, hergebruik en het circulair bouwen in de overheidssector. Alle informatie wordt op de website van REC2 geplaatst. En er zal ook een replay binnenkort beschikbaar zijn.
En er volgt ook een tevredenheidsvragenlijst, die zal per e-mail worden opgestuurd. Hartelijk dank om deel te nemen aan dit webinar. En dan wil ik nog graag alle sprekers bedanken voor hun interessante bijdrages en ook uiteraard de deelnemers aan dit webinar.